Wij wachten nu op de bus. De bus naar Amsterdam. Het is 5 minuten voor 6 hier op het station in Meppel. Nou, als het een beetje mee zit, het weer is prima, vertrekken we zometeen met de bus naar Amsterdam. Gaat u mee? Het videoteam van RTV Meppel is nu hier in Amsterdam. We staan voor het station hier, het Centraal Station in Amsterdam. En het is nu op dit moment 8:10. Het is nog vroeg hier in Amsterdam. Het begint een klein beetje op gang te komen. En nog over 2 uurtjes gaan we weer terug naar Meppel. En dan gaan we naar de dag. De Mokumdag in Meppel. Ik heb hier Piet hier in de bus en Piet is net gezellig aan een broodje begonnen. Ja. En ik heb gehoord dat jij bent van het Bolderkoor, klopt dat? Het Bolderkoor van Amstelveen. Okay. En wij repeteren daar altijd maandagmorgen op het Groenhof. Okay. En het is een behoorlijk groot koor, nou een man of 40 denk ik. Grotendeels vrouwen, ja. En een 10 mannen ongeveer erbij. Ja. Even over Meppel, hoe zien jullie dat? Zijn jullie vaker in Meppel geweest? Nou, ik ben, dat is 2 jaar geleden ben ik er een keer geweest en het was reuze gezellig. En eigenlijk moet je er als koor zeg maar ieder jaar naartoe, want je steekt links en rechts steek je van allerlei podiums wat op en het is een reuze gezellige dag. We hopen op een beetje beter weer als nu, zometeen in Meppel. Vanochtend was het mooi weer. Dit is lekker zo, als de mist weg, dan heb je een prachttemperatuur. Als het zo heet is, is het ook niet goed. En als het regelt, dan is het ook niet goed. Gewoon dit weer is niet te warm en het regent voorlopig nog niet. Dus de voorspellingen waren goed, toch? Ja, de voorspellingen waren goed. Zeg, we maken er een leuke dag van. Ja. De mensen
de mevrouw met de accordeon, maar die heeft ook een naam. Wat heb ik? Ik zeg, u hebt ook een naam. Ja, ik heet Louise Prins. Louise. Ja. En Louise, en hoe lang speel jij al accordeon in dit gezelschap? Nou, dit gezelschap bestaat uit twee delen. Ja. Dat is Vissersvrouwenkoor Haring met Ui. Daar speel ik van, wij bestaan bijna 3 jaar. Daar speel ik dus ook 3 jaar. Marja en ik hebben dat samen opgericht. Maar ik speel ook voor het Bolderkoor. Die zit voor in de bus en daar zit ik 2 jaar bij. Speelt u alleen accordeon of niet? Of speelt u nog andere... Nou, ik speel ook een beetje gitaar. Maar omdat ik voor veel koren speel, heb ik veel repertoire. En dan moet je veel studeren. Dus dat gitaar is een beetje naar achteren geschoven. Dus eigenlijk, accordeon is mijn hoofdinstrument. Okay. Ja. En de verwachtingen straks voor Meppel. Hoe zijn de verwachtingen? Nou, dit is voor mij de eerste keer. En dat is heel spannend. Ik heb gehoord dat het ontzettend leuk is altijd. Maar ik moet zeggen, ik vind dit in de bus al spelen, vind ik al hartstikke leuk. Dus mijn dag kan eigenlijk al niet kapot. Nee. En ik heb er halve... Kijk, het zijn mensen die allemaal samen zingen. Dat is altijd goed. Dat is altijd vrolijk. En dat is altijd leuk. Vrolijk, wat zeggen. Dus ik heb er zin in. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Ja. En dan gaan we eens kijken zo meteen in Meppel. We zitten inmiddels in een andere bus. En er is een zeer interessant persoon in deze bus. En dat is Thomas. En Thomas is een echte Amsterdammer. En die kent Johnny Jordaan heel goed. Heeft Johnny Jordaan heel goed gekend. Dat is een beetje overdreven hoor. Dat is een beetje overdreven. Ik heb hem wel natuurlijk gezien, uiteraard. Toen hij 12,5 jaar getrouwd was met zijn kattenbak open spijker. Kwam hij dan op de Palmgracht in een muziektent. En het staat op YouTube, dat hele verhaal. En dan zingt hij dan voor zijn vrouw dan, toen de tijd. Dat was nog niet allemaal door de mand gevallen, maar goed, dat geeft niet. Hè? Hij zong maar mooi. Meest onderkende zanger van Nederland. Meest? Hij was uit een bereik, heel laag, maar ook verschrikkelijk hoog. Geweldig. Ja. En ik zing ook wel eens liedjes van hem, ja. Je zingt ook. Welke liedjes zing je? Oude Trouwe Jordaan. En de Hartweg de Jordaner. Ja, en dan de bekende meezingers van Geef mij maar Amsterdam en bij ons in de Jordaan. Ja. En dat soort werk meer, weet je. Ja. Ach ja, en dan meer dingen. Nou, en Bolle Jan heb je ook gekend. Bolle Jan, dat was de vader van René Vroeger. Ja, die heb ik zeker goed gekend. En daar ben ik toen, ik ben een beetje een oude lul in principe. Maar toen was ik een jaar of 20, zeg maar, toen kwamen we in de Kuil, speelde in de Oudebrugsteeg. Ja. En er is hier plaatopname daar geweest, daar ben ik bij geweest. Van die eerste LP die toen gemaakt heeft, vice versa. Nou, daar was ik bij, met mijn vrouw toen de tijd. En ja, het was een groot feest, zonder meer. Ja, 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 ja. En de teksten kunnen we allemaal letterlijk nog steeds trouwens. Maar goed, dat is niet voor dit openbare vetbar zo gezegd. Okay, krijgen we zeker niet in Meppel. Ja. wat ga jij zingen? Wat is jouw repertoire? Nou, ook het Amsterdamse lied, hè? Het Amsterdamse. Ja. Oh, Johnny en ook. Nou, oh, Johnny, dat zing ik niet. Ik een liedje, maar goed, dat geeft niet. Dat is meer voor de dames. Hè? Okay. Oh, Johnny. Natuurlijk. Ja, maar ik zing meer, wat ik net zei. Het Hartweg de Jordaner ik ben echt de Jordanees. En van Willy Albert die dingen zing ik ook, liefde. En joh, jij bent niet eigenlijk. Fijn van alles wat voorkomt. Een klein deuntje. Een klein deuntje. O mooie Westertoren, je staat de jaren al. Waar ik ook loop in de Jordaan, je volgt me overal. Als jij zou gaan vertellen, wat je al die jaren zo ziet. Wat zou je ons veel kunnen zeggen, maar ouwe, je doet het maar niet. O mooie Westertoren, hoog in die mouwen, aan jou leid ik me zangen, me lach. Mijn laatste zucht, jij kent onze diepste geheimen, onze leed,
ons verdriet en nog meer. Maar je speelt alleen maar je klokkenspel. En kijk zwijgend op onze neer. Zeg, hartstikke mooi. Ik wens je veel succes en veel plezier. Dat is ook belangrijk. Oké, okay. Fijn. Dankjewel. Ik heb hier naast mij... wat is jouw naam eigenlijk precies? Mijn naam is Mr. Kimberly Clark. Oké, en jij gaat ook zometeen naar Meppel toe. En wat ga je doen? Lekker optreden, lekker een beetje de boel, een beetje gezellig maken. En het komt altijd helemaal goed in Meppel. Polonaise straks? Polonaise, we beginnen meteen met de Polonaise. Oké, ja, okay, absoluut leuk. Hartstikke goed. Ja. Jullie zitten aan welk gedeelte? Waar zitten jullie in Meppel? In de Woldstraat. In de Woldstraat. Op twee podia's. Oké. Maar is het ook zo dat jij ook in Amsterdam optreedt of niet? Ja, daar kennen ze me van, denk ik. Ja. Ik woon zelf in de Jordaan en verder treed ik ongeveer 5 tot 6 keer per maand op. Oké, mooi. Ja. Wat voor soort repertoire heb je? Het is heel breed. Ik doe van filmmuziek tot Amsterdamse genre. Dus u vraagt, wij draaien. Dat is het. Oké. Nou, ik zou zeggen, succes straks. Ja, dankjewel. En een fijne dag, anders. Ja, ik hoop iedereen een fijne dag. Oké. Je nagels zijn verdurend in de rouw. Ook zou ik jou nooit willen ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Peter, ik ben de broer van Thijs. Oké. En je gaat straks ook in de Woldstraat. Ga je hetzelfde repertoire als wat we nu zingen? Of misschien nog iets? Ja, gewoon iets wat leuks Amsterdams en ook wel Engelstalig. En gewoon alles een beetje door elkaar heen. Doe je dat ook zo? Doe je dat ook vaak in Amsterdam zelf? Ja, ik treed... Bij allerlei cafeetjes en zo? Ja, en ook met verzorgingstehuizen. Ja, ik ben een beetje lekker bezig wat dat betreft. Dus. Is het de eerste keer dat je in Meppel komt? Nee, het is nu de derde keer. Derde keer? Dit was de derde keer. Oké, en wat voor herinneringen heb je aan die twee keren, zal ik maar zeggen? We vonden het helemaal gezellig. Oké. Helemaal geweldig en leuke sfeer. De mensen zijn ook top en gewoon te gek. En dat is jouw vrouw naast je? Dat is mijn vriendin. Je vriendin. En jij bent ook voor de eerste keer in Meppel of niet? Het is voor mij de tweede keer. Tweede keer. Dus je hebt vorig jaar meegemaakt? Ja. Hoe vond je het? Ja, erg gezellig. Heel erg leuk, ja. Dus je hebt een hoge verwachting? We zijn natuurlijk nu met nog meer mensen en een extra podium erbij. Dus ja, eigenlijk wel. Dankjewel. Nou, heel veel plezier zometeen. En bedankt. Dankjewel. Okay. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Ik heb hier naast me zitten Trace. Trace is zeer opvallend. Want ze zeiden in Meppel al, als je Trace, die ziet er roze uit. Nou, en of het roze is. Ja, het is een en al roze, hè? Jij bent eigenlijk ook een beetje die het organiseert hier in Amsterdam. Vanuit Meppel dan, want Dick die doet het vanuit Meppel. Klopt, Dick doet het vanuit Meppel. En ik en de barderij dan, Gerard Smitskam. En Andrea, moet ik ook niet vergeten. We hebben echt ons best, of tenminste niet ons best gedaan. Want de mensen willen gewoon heel graag naar Meppel toe. Want we gaan niet voor niets met 3 bussen naar Meppel. Ja. En zij regelen het weer op de Zeedijk. Ik regel het dan weer vanuit de Zwaantjes. En dan communiceren we een beetje met elkaar. We maken een rooster, wie er gaat optreden. En ja, het ziet er allemaal goed uit. We maken er gewoon een hele gezellige dag van. En we hopen ook dat de Meppelaars ook van ons genieten. Nou, dat geloof ik zeker. Want ik praat ik nog met ze achteraf. En dan zeggen ze van, het is weer een geweldige dag geweest. Het is eigenlijk ook het hoogtepunt van de Meppelen donderdagen, hoor. Oh ja, is dat zo? Ja, hoor. Het is het hoogtepunt. Leuk, ja. Dat is leuk om te horen. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Even voor jullie ook, hè. Dat het een hele leuke dag wordt. Nou, daarom doen we. Oké. Mooi. Trek ik naar verre stranden en bekruis ik alle landen. Jou vergeten zal ik niet. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Ik hou van Holland.
op heel deze grote aard. Al ben ik van huis en hart, is het kleine hoofd mijn meeste waard.